U luistert naar Beit Avat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie. Dit is een korte uitzending van Beit Ahavat Torah. Goeiedag allemaal. Ik heb net op de website twee teksten gepubliceerd. Die uit mijn dissertatie komen van 2001, gepubliceerd in 2001. Resultaat van 4 jaar studie op de vraag of het Nieuwe Testament ook een moraal, een ethiek leert die gebaseerd is op de Torah, dat wil zeggen op leefregels, op geboden en verboden. Of dat we al meteen bij Paulus zoiets vinden als dat wetsvrije evangelie, waar in de loop van de 19e eeuw de nadere reformatie en later de evangelische beweging in de 20e eeuw zo van vervuld is. Hè? Dat idee wat door sommige mensen heel kort onder woorden wordt gebracht met de woorden: als ik een beslissing moet nemen, wacht ik op de Heilige Geest die mij dan een impuls geeft. Of met behulp van een tekst uit de Efezebrief, dat wij moeten wandelen in de werken die de Heere van tevoren bereid heeft. Wat betekent dat je je niet hoeft te verdiepen in Gods geboden en verboden. Want je ziet het als ware onderweg vanzelf wel wat Hij wil dat je doet. En dergelijke overschatting, denk ik, van de manier waarop wij in overeenstemming met de geest leven, vind ik gevaarlijk voor de christelijke ethiek. Is ook zo gebleken, denk ik, door de geschiedenis heen. Christenen zijn over het algemeen niet in staat om te beseffen wat Gods gebod van ons vraagt. En dat komt, denk ik, omdat ze ook niet luisteren naar die geboden zoals naar die geboden geluisterd zou moeten worden. En dat is in de context van een traditie die we al lang kennen, de rabbijnse traditie, waarin die geboden tot op het bot worden onderzocht. Hè, waarin de consequenties van geboden, de minutiae, hè, dus de specifieke elementen daarvan, helemaal worden uitgeplozen. En toch is dat waar Matthäus 23 ons naar verwijzen wil. En dat is niet alleen maar voor Joodse christenen. En als het al voor Joodse christenen bestemd zou zijn, dan lezen we toch met hen mee. En dan doen we toch ook wat zij aan verstandige dingen doen. Maar ik denk dat het voor alle christenen geldt. Wat staat daar immers? De fariseeën en de schriftgeleerden zijn gezeten op de stoel van Mozes. En dat is hun wezenlijke plaats, de plaats die hen toekomt. Voor de kenners vandaar de aoristusvorm. En dan moet je dat niet als een ingressivus lezen. Zijn gaan zitten, alsof het een usurpatie was, niks ervan. Fariseeën en de schriftgeleerden zijn gezeten op de stoel van Mozes. In de synagoge gaan ze letterlijk zitten op de stoel van Mozes. Alles wat zij u zeggen dat u moet doen, doet dat en onderhoudt dat. En met name die laatste twee uitdrukkingen. Niet alleen maar doet dat als ze een aanwijzing geven, maar onderhoudt dat. Wat wil zeggen, overweeg het, wees ermee bezig, overdenk het. Zorg dat het een onderdeel wordt van je eigen levensinvulling. Kun je nou, behalve in die tekst van Matthäus 23, die visie op het christelijk leven als een leven dat door regels ook geleid wordt, door mitswot bepaald wordt, door geboden en verboden bepaald wordt, kun je dat terugvinden in het Nieuwe Testament? Nou, dat was de grote vraag die ik had in 2001, dat begon in 1996 al. Vragen dus over wat ik maar even kortweg noem, ik hoop dat jullie die uitdrukking kennen, naar de christelijke halacha. Waarom stelde ik die vraag toen in die dissertatie? Nou, ik was toen lid van en bezig om predikant te worden in de doopsgezinde broederschap. Ik was zeer gefascineerd door het werk van de Nederlandse, de Friese kerkhervormer Menno Simons. En Menno Simons, die wilde de geboden van Christus, de nieuwtestamentische opdrachten van Christus, in de evangelieën, ook wel in de brieven van Paulus, maar vooral in de evangelieën,
zo letterlijk mogelijk toepassen en vertalen naar het heden. Hij had dus heel anders dan in de rest van de reformatie niet de neiging om wat na de opstanding aan de openbaring was gegeven in de brieven, om dat in te ruilen of belangrijker te achten, in te ruilen voor de letterlijke woorden van Jezus in de evangelie. En dat leidde tot een manier van denken, een manier van leven, die heel sterk door geboden en verboden bepaald was. En iedereen in Nederland, onder de Nederlandse doopsgezinden, vond dat vreselijk, want daar kwam natuurlijk dat woord moeten in voor. En ja, moeten, dat willen we niet. Moeten is een vies woord. En toch is dat de manier waarop door het hele Oude Testament heen de Heere God zijn aanwijzingen ten leven geeft aan zijn volk, door te zeggen, gij zult. Zo wil ik dat je gaat. Dit is de weg die je moet wandelen, want dit is de weg die de Heere in zijn gerechtigheid zelf neemt. Een tweede opmerking vooraf, iets wat mij toen heel erg aan het denken heeft gezet, is een opmerking van de ministertheoloog uit Amerika, overleden in 1996. En dat was John Howard Yoder. John Howard Yoder had gezegd, kijk eens, de Torah is een genadige beschikking van de Heere God voor zijn volk. Een genadige beschikking. Want als God ons gaat vertellen hoe we moeten leven, is dat niet om ons te treiteren en dwars te zitten, maar opdat wij zouden leven. De messiaanse vorm van de Mozaïsche wet is dus wel degelijk ook wet. Torah, onderwijzing ten leven in de vorm van geboden en verboden. En daarom heette mijn dissertatie ook de wet van Christus. Gehoorzaamheid aan de wet van Christus. Een onderzoek naar de rol van de Torah in de theologie, in de vroege theologie van Paulus, bij de kerkvaders in de reformatie, vanuit dat ministerperspectief. De poging dus om iets te vinden van de wet van Christus, hoe die concreet werkt. Het grootste deel van de dissertatie was eigenlijk de polemiek met stromingen die ontkenden dat bij Paulus nog sprake was van een leven onder de geboden en verboden. Hij had Paulus niet juist de wet heel duidelijk voor ons afgeschaft. En ik wilde laten zien dat dat dus niet het geval was. Nou, daar gaan we zo direct dus even naar kijken. Dit is de pagina 117, waarmee hoofdstuk 7 uit mijn dissertatie begint. En die dissertatie is geschreven in het Engels, dus ik heb hem onlangs moeten vertalen in het Nederlands. Maar het gaat dus over deze vraag. Dat beeld van het leven in de geest buiten de imperatief van de wet. Dat beeld van een leven in de geest, wij die naar de geest wandelen, Romeinen 8. Is dat nou wel of niet een leven volgens mitswot, geboden en verboden? Is er dan eigenlijk geen plaats voor het gebod in het christelijk leven? Nou is er één bijzonder geval in de vroege kerkgeschiedenis wat naar mijn overtuiging daar een aanwijzing voor geeft. En dat is de discussie rond de invoering van de Noachidische geboden in Handelingen 15. Daar wordt eigenlijk zichtbaar dat er een spanning begint te ontstaan tussen de toestroom van niet-Joodse christenen in Antiochië, die gemeente wordt steeds heidenser tussen aanhalingstekens, en de opvattingen van de apostelen die in Jeruzalem zijn en eigenlijk sterk worden beïnvloed door de partij van de fariseeën, fariseese christenen, die vinden dat niet-Joden eerst tot het jodendom en vervolgens tot het messiaanse jodendom moeten toetreden. Je kunt alleen maar een messiaanse jood zijn als je een jood bent. Een messiaanse niet-jood bestaat voor hen niet. Nou blijkt toch wel dat bij Paulus vooral deze kwestie een grote rol is gaan spelen. Namelijk, hoe kunnen we begrijpelijk maken dat God de niet-Joden als niet-Joden binnen de ruimte van het verbond wil hebben?
Paulus' overtuiging is dat dat mogelijk is. De kerkgeschiedenis geeft hem een klein beetje ongelijk. Omdat veel later, in de loop van de 3e, 4e eeuw, die kerk zodanig door een meerderheid van niet-Joden werd beheerst, dat de Joodse grondslag van het evangelie, de Joodse context van het leven volgens het evangelie, eigenlijk steeds meer verdween. En die, de kerk is dus op die manier heel wezenlijk veranderd. Maar in de eerste eeuw kon Paulus vanuit het Jodendom als een soort hervormer het Jodendom zo openstellen voor niet-Joden, dat er een gemeente van Joden en niet-Joden kon ontstaan. En dat hij kon zeggen, in Christus is nog Jood, nog Griek. Met andere woorden, dat onderscheid van Jood en niet-Jood, en dat met name natuurlijk vanuit het Jodendom werd gehandhaafd, dat onderscheid is in Christus weggevallen. Ook dat is later verkeerd begrepen, doordat men ging zeggen, nou kijk eens, dat betekent dus dat Joden hun specifieke cultuur moeten opgeven. Ze moeten ophouden Jood te zijn, en zo maken ze waar wat Paulus zegt, in Christus is nog Jood, nog Griek. Nou, misschien werkt het wel precies de andere kant op, dat in Christus de Griek zijn specifieke nationale cultuur moet opgeven, om heel dicht bij de oorspronkelijke Joodse context van het evangelie te komen. Misschien zit het eigenlijk zo wel. Maar ik denk dat die redenatie sowieso niet opgaat. Wat betreft de verlossing is er geen verschil tussen Jood en niet-Jood. Zo heeft Jezus het duidelijk gemaakt. De verlossing is voor degene die Gods wil doen. En dat gaat dwars door het Joodse volk en de niet-Joodse wereld heen. Wie Gods wil doen, die mogen zeggen dat ze behouden zijn. En Gods wil doen wil niet zeggen tot op de laatste letter de wet houden, zoals juist sommige niet-Joodse bekeerlingen tot het Jodendom gedacht hebben, maar is een kwestie van vasthouden aan de Tora van God, die niet verwerpen, die handhaven in zijn geldigheid, en daarbinnen, gesteund door de Heilige Geest, want dat betekent het, naar de Geest wandelen, wil zeggen in het vertrouwen op Gods Geest wandelen, die ons de uitleg van zijn geboden en verboden en de kracht om ze te doen wil geven, maar dan wel degelijk de rechtvaardige eis van de wet vervullen. Lees het maar na in Romeinen 8. Nou, een sleutelpassage in deze hele discussie is de tekst over de Noachidische geboden. Wat zijn die Noachidische geboden? Noachidische geboden, dat zijn de voorschriften, sommige tellingen hebben 6, andere 8, dat zijn dan de hoofdcategorieën. Het Nieuwe Testament kent er 4 in Handelingen 15. Dat zijn categorieën van geboden en verboden. Het zijn dus niet 4 of 6 of 7 geboden, dat zijn categorieën van geboden. De Nederlandse theoloog Zuidema, hij rustte in vrede, die heeft ooit een keer uitgerekend en uitgezocht hoeveel afleidingen van die 4 geboden mogelijk zijn. Hij begon met te zeggen, die 4 staan pas pro toto voor de 7. Het zijn er dus eigenlijk 7. Maar er worden er maar 4 genoemd, maar dat kan, dat gebeurt wel vaker. En ten tweede, de afleidingen daaruit, daar kom je bij elkaar wel op 96 of misschien wel 120 verschillende geboden. Er zijn lijsten nu op het internet te vinden waarin het getal zelfs veel hoger wordt. En we komen tot de indrukwekkende op het indrukwekkende aantal van 170 geboden en verboden die voortvloeien uit het beginsel van de Noachidische wet. Kijk, alle mensen zijn benee Noach, kinderen van Noach, het hele menselijke geslacht is benee Noach, dus de Torat benee Noach, de Torah die bestemd is voor de kinderen van Noach, is de Torah die bestemd is voor de hele wereld. Zou er maar zijn nog iets anders? Die zei, die Torah is niet opgelegd, niet de Torah al benee Noach, opgelegd aan de zonen van Noach, alsof het alleen maar gaat om de mensen die in Israël wonen, onder Israëlisch gezag wonen. Maar het is de Torah benee Noach, de Torah benee Noach, dat wil zeggen de Torah van de zonen van Noach.
is hun verantwoordelijkheid om die Torah te behandelen, die geschreven Torah te behandelen, zoals in het Jodendom ook de geschreven Torah behandeld wordt. Dat wil zeggen door de verdere ontwikkeling en het nadenken, door het nadenken over die geboden en verdere ontwikkeling van de concrete inhoud ervan. Sodoma is gestorven ver voordat hij ook maar iets zag van een begin van de uitwerking van die Noachidische geboden. En nu heb je zelfs een vereniging, een instituut, Noachidisch instituut, dat globaal werken wil, hè? Dat is voor de hele wereld. Halacha wil vaststellen, leefregels wil vaststellen en een platform wil zijn voor de discussie daarover. Maar binnen het kader van de dissertatie was het alleen maar dit punt. In die spanning tussen het Joodse en niet-Joodse deel van de gemeente, een spanning die Paulus heel vervelend vindt, omdat hij streeft naar één Ecclesia, waarin dat onderscheid in ieder geval niet ten nadele van niet-Joden wordt uitgelegd. In dat geheel komen die Noachidische geboden op. En dan gebeurt er iets heel apart. Noachidische geboden zijn oorspronkelijk geformuleerd als een manier om niet-Joden die woonden in Israël de mogelijkheid te geven om binnen de Joodse gemeenschap opgenomen te worden en te functioneren zonder dat ze Joods werden. Dus het was een sociale institutie, een sociale institutie voor de Ger Toshav, de inwonende vreemdeling. En die inwonende vreemdeling die stond dus niet onder de Torah met al zijn geboden, maar die stond wel onder de 7 geboden van de Torah Bnei Noach. En de opvatting was dat tegenover de Ger Toshav Israël, het Sanhedrin, de rechtbanken, de rabbijnen, ook hun gezag mochten uitoefenen over hen om in ieder geval die 7 voorschriften af te dwingen. En dat was heel belangrijk, want een van die voorschriften was natuurlijk het afzweren van afgoderij. Van wezenlijk belang in de omgang tussen Joden en niet-Joden, want met een afgodendienaar als zodanig, die in het land woonde, kon je eigenlijk helemaal geen contact hebben, kon je eigenlijk geen handel mee drijven. Als hij een buitenlander was, dan lag dat weer anders. Maar je kon niet een afgodendienaar in de Joodse gemeenschap laten functioneren. Cornelius, die net als vele andere Romeinse soldaten een stuk land in Israël had gekregen na afloop van zijn diensttijd, die was een weldoener voor het dorp waar hij woonde. En Cornelius heeft die status gehad van een Ger Toshav. Iemand die dus de geboden van de zonen van Noach heeft onderhouden. Juist onder degenen die zo ver kwamen dat ze de Noachidische geboden accepteerden, waren er ook heel veel die volledig tot het christendom zich bekeerden, zoals er daarvoor heel veel niet-Joden waren die zich uiteindelijk volledig tot het Jodendom bekeerden en hun Noachidische status dus zagen als een soort station halverwege. In Antiochieën stijgt het aantal niet-Joodse christenen. In die gemeente wordt avondmaal gevierd. Dat wil zeggen dat er wijn wordt geschonken, wijn wordt gedronken. Hoe zit dat nou met de status van een niet-Jood? Mag hij die wijn aanraken om aan een Jood te overhandigen? Eigenlijk niet. Want zolang hij een afgodendienaar zou kunnen zijn, mag een Jood die wijn niet uit zijn hand aannemen. Een Ger Toshav mag het. Maar dat zijn ze niet in Antiochieën. Ze leven niet in Israël. Ze hebben die status niet verkregen. Ze hadden die status ook alleen maar kunnen verkrijgen als ze voor een rechtbank van 3 rabbijnen hadden afgezworen om de afgoden te dienen. Dat is dus een probleem. Hoe kun je nou in Antiochieën het avondmaal vieren als niet-Joden die wijn niet mogen hanteren? Dan kan er dus nooit een niet-Jood zijn die de wijn deelt met anderen. En datzelfde geldt eigenlijk voor het brood. Is het brood al dan niet kosher? Is het met varkensvet gebakken? Dat zijn vragen die voor Joden van belang zijn. Brood en is bij het bakken van dat brood ook het verplichte deel afgezonderd wat aan de tempel moet worden geschonken. En als het niet naar de tempel kan, moet het in ieder geval worden verbrand. Heeft men zich bij het bakken van brood en bij het schenken van wijn
aan de Joodse wet gehouden. Er is er zeker een partij geweest in Antiochië die zei, laat maar vallen, laten we al die zaken maar laten vallen, zoals dat ook in Rome later het geval is geweest. De zogenaamde partij van de sterke gooide dat allemaal overboord. En de gedachtegang is meestal dat eigenlijk Paulus dit niet wilde. Paulus wilde niet dat die Noachidische geboden werden opgelegd aan niet-Joden, want je moest helemaal geen zware lasten opleggen. En die discussie gaat daar dus over in Jeruzalem. En er is een stem die zegt, laten we nou die niet-Joodse christenen niet de Torah gaan opleggen, want dan geef je ze extra verantwoordelijkheden en plichten. En laten we eerlijk zijn, broeders, wij hebben die Torah nooit volledig en perfect kunnen houden. Dus het is helemaal geen winst voor hen om de Torah nu te moeten gaan doen. En er is een andere partij, die partij van de Farizeeën met name, die zegt, ja, maar hoe kunnen we nou contact met hen hebben als ze zich niet aan de Torah houden, als ze niet eerst volledig Jood zijn geworden? Ze willen toch een Joodse Messias volgen? Nou, laten ze dan ook toetreden tot het volk waaruit hij tevoorschijn komt. En de geniale zet in Handelingen 15 is nu om te zeggen, nee, die wetten die gelden voor de Ger Toshav, die gaan we universeel maken en we zorgen ervoor dat alle christenen, bij Joden is dat dan vanzelfsprekend, maar ook de niet-Joodse christenen zich moeten houden aan die Noachidische geboden, want dat zijn sowieso geboden die voor alle mensen gelden. Waarom zouden ze dan niet voor christenen gelden? Dit is een korte uitzending van Beit Ahavat Torah. En voor christenen misschien nog wel in een hele uitgebreide wijze, omdat de afgeleiden uit de Torah van de kinderen van Noach dan ook voor hen geldig zijn. Als nou die kerk eigenlijk van die Torah af wilde, zouden ze dan die Noachidische geboden hebben ingevoerd? Want dat doen ze dus in Handelingen 15. En dan gaat het meteen om een andere kwestie, want in de Galatenbrief wordt uitgelegd dat Paulus te raden gaat bij de apostelen in Jeruzalem. Er is dus contact tussen Paulus, die in Antiochië buiten Israël al ervaring heeft opgedaan met de bekering van niet-Joden. Dat heeft hij samen met Barnabas ook gemeld uiteindelijk op dat apostelconvent in Jeruzalem. En maar Paulus die heeft daar een kwestie, een appeltje te schillen met Petrus. Petrus eet gewoon met niet-Joden het avondmaal. Hij eet gewoon door de week aan één tafel met niet-Joden. Geen probleem. En bij een gewone maaltijd kwam ook altijd wijn, zeer vermengd, maar kwam altijd wijn op tafel, omdat je geen water kon drinken. En melk doorgaans alleen maar aan kinderen werd gegeven. Je dronk aan tafel wijn. Petrus die doet dat heel gewoon. Maar dan komen er mensen uit Jeruzalem naar Antiochië. Mensen uit de partij van Jacobus. Dat is weer zo'n partij die er toen was. Jacobus, de broer van Jezus, is van mening dat de Torah gehouden moet worden. Maar anders dan de Farizeeën, de partij van de Farizeeën, insisteert hij niet op de bekering van de niet-Joden tot het Jodendom. Dat zijn gradaties. Je hebt de partij van Farizeeën, de strengste, dan die partij van Jacobus, en dan heb je de opvattingen van Petrus, en dan komt een tijdje niks, en dan komt Paulus, die zegt, niet-Joden moeten vrijelijk deel kunnen uitmaken, als niet-Jood, van de christelijke gemeente. Paulus heeft een akkefietje met Petrus, want als die mensen komen uit Jeruzalem van de partij van Jacobus, dan vinden ze dat vreselijk, dat Petrus daar met niet-Joden aan tafel zit. Ze vinden het vreselijk dat het avondmaal bediend wordt, misschien wel door een niet-Joodse broeder. En Petrus die trekt zich terug uit die tafelgemeenschap met de niet-Joden. En Paulus die vindt dat hypocriet. Paulus die zegt tegen Petrus, nou je hele leven ben je nu al bezig om je van die strenge eisen van het Jodendom te ontdoen. Dat wil zeggen, van de strenge eisen die het Jodendom stelt aan de afzondering tegenover de volkeren, daar heb jij, Petrus, je helemaal niks van aangetrokken. In dat opzicht ben jij geen Jood meer. En dan komen die lui van Jacobus en in één klap sla je om
En je verloochent daarmee je relatie met de niet-Joodse christenen die in dezelfde gemeente zitten. Paulus is van mening dat Petrus dat had moeten opgeven, dat hij aan Jacobus had moeten duidelijk maken, aan de discipelen van Jacobus, had moeten duidelijk maken dat het evangelie de deur openstelt voor niet-Joden om als niet-Jood, zonder Joods te worden, deel te gaan uitmaken van de gemeente. Dan denk ik, en ik probeer dat in die tekst dus aan te tonen, dat dat de aanleiding geweest is voor dat apostelconvent. Lucas beschrijft het apostelconvent alsof die kwestie in de Galatenbrief in Antiochië nog niet had plaatsgevonden. Maar het is niet voor niks dat Paulus en Barnabas in Jeruzalem komen met de grote vraag, wat moeten we hier nou mee doen? Want er zijn zoveel niet-Joodse gelovigen bijgekomen, we stuiten nu op problemen tussen die twee groepen in de gemeente. En dan legt Handelingen 15 uit wat de apostelen dan samen besluiten. En daar is Paulus en Barnabas dan bij. De apostelen besluiten, en dat schrijven ze in een brief, en die geven ze met Paulus en Barnabas mee, een brief aan de gemeente van Antiochië. En daarin schrijven ze, het heeft de Heilige Geest en ons. Prachtige formule om te zeggen, we hebben eenstemmigheid bereikt terwijl we gebeden hebben om de wijsheid van de Here. We hebben in de naam van Jezus hier willen handelen. En zo heeft de Heilige Geest het ons dan duidelijk gemaakt. De Heilige Geest en wij hebben besloten jullie in Antiochië niets anders op te leggen dan, en dan komen de vier Noachidische geboden, die dan eigenlijk zeven Noachidische geboden zijn en die dan eigenlijk 120 geboden en verboden zijn. Die worden geacht de relatie tussen Joden en niet-Joden in de gemeente te regelen. Dat is ten eerste het verbod op afgoderij. Dat is niet alleen maar een verbod op geloven in een andere god. Dat is ook je gedragen alsof een andere god geldigheid heeft. Bij het verbod op afgoderij hoort ook dat je niet eens een andere godheid, een andere evangelie, een andere religie in je hart overweegt of eraan wilt toevoegen of ook mooi vindt. Je mag zelfs de naam van een afgod niet eens uitspreken. Dat zit allemaal in de uitleg van het verbod. Nou, en dan natuurlijk wat in het Hebreeuws heet Gilul Arayot. En dat heet Porneia in het Grieks. En dat zijn de verboden relaties. De verboden relaties valt allemaal onder porneia. Dat is trouwen met je schoonmoeder, dat is seksueel contact hebben met je zuster, incestverbod enzovoort. Al die zaken die in het Jodendom scherp zijn vastgelegd, zodat we via Matthäus 23 moeten zeggen, we moeten te raden gaan bij de rabbijnen om te weten hoe dat zit. In de derde plaats het vergieten van bloed. Dan denken we, nou ja, dat is een verbod op moord. Onzinnig, waarom zou je in de vorm van Noachidische geboden moord moeten gaan verbieden? Maar het verbod op bloed, zoals daar staat, is heel eenvoudig ook een dieetgebod. Namelijk geen vlees te eten waarin het bloed nog zit. Net zoals Joden dat niet doen, die kasheren hun vlees, zodat het bloed eraan onttrokken wordt. Het houdt ook in een gebod zoals het Oude Testament dat kent, gij zult niet werkeloos staan bij het bloed van uw broeder. Je zult ingrijpen als het leven van je broeder in gevaar komt. Al de afleidingen uit het verbod op bloed zijn dus van toepassing, zowel van hele concrete aard als dieetwet, maar ook in een wat ruimere zin, bijvoorbeeld liegen, wordt ook in het Jodendom beschouwd als een vorm van moord. Diefstal van reputatie is het, maar het is ook karaktermoord. Het maakt iemand het leven onmogelijk. En dan te vieren je onthouden van het verstikte, dat is een pure dieetwet. En dat de wijze waarop de Romeinen aan hun voedsel kwamen, strikken leggen voor konijnen, dieren kelen, waardoor het bloed nog in het vlees trouwens blijft zitten. Dat was allemaal ook verboden voor hen, zodat Joodse gelovigen, en let dus wel, die werden verondersteld Joodse gelovigen te blijven, die werden niet Joden, het waren Joodse gelovigen, die konden dan aan één tafel eten met
de niet-Joodse gelovigen. Dat kon inderdaad dan gelden. In Christus is nog Jood, nog Griek. Omdat die Griek zich aanpaste aan de Jood. En niet omgekeerd. En de tweede, derde eeuw is dat gaan invullen als de Jood gaat zich aanpassen aan de Griek. De Jood geeft zijn Jodendom op. Nee, de bedoeling was oorspronkelijk dat de Griek zijn heidendom opgaf door de 7 mitzwus van de zonen van Noach te gaan volgen. Dat laat iets zien over een patroon van denken, ook bij Paulus, waarin een deel dus van de Joodse halacha, de mondelinge Torah, ook aan niet-Joodse christenen werd opgelegd. En hier zie je dus het vers: daarom oordeel ik, niet om hen die uit de naties zitten tot God bekeren, maar om hen te schrijven, en niet om te zorgen dat de niet-Joden Joods worden, maar om hen te schrijven om zich te onthouden van afgoderij, ontucht, van wat gewurgd is en van bloed. En waarom kon hij dat zo zeggen? Omdat mensen begrepen wat met die 4 Noachidische geboden bedoeld was. En dat is de veronderstelling dus van het opleggen van die geboden. Namelijk dat de niet-Joodse gelovige begreep wat er dan van hem gevraagd werd. Want Mozes heeft van oudsher in elke stad degene die hem prediken. In de synagoge gelezen op elke Sabbat. Mozes, de Torah, werd gelezen op de Sabbat. Twee dingen dus. Dat die niet-Joden kennis hadden van de Torah van Mozes. Door in de synagoge die Torah te horen voorlezen. Dan ook te luisteren naar de uitleg van degene die daar in de stoel van Mozes zaten. Dus de schriftgeleerden en de fariseeën. En ze hebben die Torah gezien als iets wat gepredikt wordt. Prediken in het hele Nieuwe Testament is doorgaans het prediken van het evangelie. Nee, maar de Torah wordt gepredikt. Want de Torah is de uitdrukking van Gods koninkrijk. De uitdrukking van Gods koninklijke wil. En daarom was het niet moeilijk om aan die niet-Joden die Noachidische geboden uit te leggen. Want die wilden de niet-Joden sowieso wel volgen. Ook als ze geen christen waren geworden. Het is geen kleinigheid, zeg ik. En dat is inderdaad een enorme aanpassing geweest van die Grieken aan de Joodse manier van leven. Het gebod in vers 20 was niet zo'n kleinigheid als het ons vandaag misschien lijkt. Zich onthouden van de verontreiniging van afgoden betekende niet alleen onthouding van alle dingen die aan de afgod in de privacy van iemands huis werden aangeboden. Iemand kan een Boeddha-beeldje in zijn huis hebben staan. En daar helemaal niet meer bij stilstaan. Maar dat is een verontreiniging door afgoden. Iemand kan een kruisbeeld hebben hangen. In de strenge Joodse opvatting is dat een verontreiniging met afgoden. Niet omdat de Jezus die daar wordt weergegeven een afgod zou zijn. Maar omdat een beeld te maken van het heilige, van het hemelse, een vorm van afgoderij is. Heel concreet, gij zult u geen beeltenis maken, zegt immers het tweede gebod. Gij zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. Dat is het eerste. En het tweede, gij zult u daarvan geen beeltenis maken. De weigering om deel te nemen aan afgodsfeesten, die in het gewone burgerlijke leven worden geëist. Wat houdt het in? Wat zou het nu inhouden? Nou, niet deelnemen aan kerstfeest, niet deelnemen aan kerstmanifestaties, want dat zijn nu afgodsfeesten van het gewone burgerlijke leven. Dat is niet het feest van de Heer, want kerstmis is nooit als feest aan ons opgedragen. Het sloot zelfs deelname aan een huiselijke maaltijd met vrienden en familieleden uit, althans wat betreft het voedsel dat wordt gegeten. Dat is natuurlijk een punt dat je eigenlijk bij je familie vegetarisch zou moeten zijn, omdat het vlees wat daar, nou ja goed, daar moet je van zeggen dat halacha zich ook ontwikkelt en dat er grenzen aan zijn. Er zijn geboden die je moet oprekken ter wille van de vrede. Je zou de wereld uit moeten om helemaal geen contact te hebben met afgodendienaars, zegt Paulus in de Korinthebrief, in de eerste Korinthebrief. Zover moet het dus niet gaan. Het is immers de Torah benee Noach, van de zonen van Noach. En de kerk mag dus wel degelijk, net zoals de zonen van Noach dat dus in het algemeen mogen, die Torah gaan uitleggen, gaan toepassen. Er mag jurisprudentie ontstaan, om het zomaar te zeggen. Maar in die tijd was het heel helder
Wijnplengoffers waren normaal bij elke normale maaltijd. En ja, dat voedsel kwam misschien wel uit de tempel vandaan. Vlees dat op de markt werd verkocht had vaak zijn oorsprong in de tempel, terwijl de tempel ook heel vaak een soort slagerij had, een vleeswinkel had, waar het offervlees werd verkocht. Ja, en die discussie zal ik hier niet herhalen, maar die vind je dan in de Romeinenbrief, dat sommigen zeggen het is helemaal geen probleem, anderen zijn er heel gevoelig mee, die heten dan de zwakken, wat een vervelende vertaling is van het woord astenes, want dat betekent niet alleen maar zwak, dat betekent ook gevoelig. En ik denk dat dat het punt is daar. Hè. Er zijn gevoeligen en er zijn ongevoeligen. Die gevoeligen die willen toch nog zoveel mogelijk de precieze details van de Joodse wet houden. En de ongevoeligen die rammen daar dwars doorheen. En dan kiest Paulus eigenlijk partij voor de gevoeligen en zegt naar hun wil moet je proberen te leven. Want ik mag die broeder niet in zijn geweten storen door zelf heel stoer te doen. Dat hij aan de ene kant zegt, kijk, jullie sterken hebben wel een punt, want er zijn geen afgoden en alles wat met dankzegging wordt genoten, dat mag je toch eten. Maar hij zegt tegen die sterken, daar kun je dan wel gelijk in hebben, maar dat hoeft nog niet de praktijk te zijn. De praktijk is dat je rekening houdt met de gevoeligen. Als men vooraf moest vaststellen wat de oorsprong ervan was, moet het duidelijk zijn geweest dat vertrouwen op de Joodse kasjeroetwetten een veel betere manier was om vlees te verkrijgen onder deze verordening. Dus als de verordening is, je zult geen bloed eten in je vlees, dan kun je beter het vlees kopen bij de Joodse slager. Die zijn er hier niet zo uitgebreid, maar dat zou een goede manier zijn voor beneden Noach om het te doen. Als je in Israël zou wonen, of je hebt een Joodse slager om de hoek, zou je dus eigenlijk daar je vlees moeten kopen. In die tijd was het natuurlijk makkelijker om dit te doen. En je kunt dus beter geen vlees kopen in de tempel, want dan zit je met die gevoelige broeder in je maag, die kun je niet eens uitnodigen bij je thuis. En hij zal ook niet komen als hij weet dat je dat aan je luis lapt. In de huidige tijd zou je moeten zeggen, ja, maakt het niet zo ver uit. Zo nauwkeurig is er dus nagedacht over de invulling en de uitvoering van Joodse geboden. Ja, en dat is dus gewoon mijn punt in dit hele hoofdstuk geweest. Ik zal de volgende keer nog wat meer ervan laten zien. Maar men nam dat dus serieus. Men sprak over geboden en verboden. En natuurlijk het einddoel van de wet, de voltooiing van de wet, niet de afschaffing. Laten we dat nou eens een keertje afleren. In de Romeinenbrief zegt Paulus, het einddoel van de wet, dat waar de wet uiteindelijk zijn voltooiing in vindt, dat is in de Messias Jezus. Natuurlijk. En als je die Torah alleen maar opvat als een geheel van geboden en verboden, en je ziet de voltooiing niet, het innerlijke doel ervan zie je niet, namelijk de Messiaanse tijd, de voorbereiding op de Messiaanse tijd, en dan mis je de punten van de geboden. Dan wordt het een lijst van opdrachten en regels. En als je dan maar een beetje aan die regels houdt, dan gaat het goed met je. En natuurlijk niet. Het gaat om de besnijdenis van het hart, de juiste verhouding tot God. Het gaat om vergeving en verzoening die we in hem gevonden hebben. En het gaat om het leven in gehoorzaamheid aan de Messias Jezus. Jazeker. Maar dat is niet in strijd. Dat is niet een tegenspraak met wat de Torah leert en wat niet-Joden zouden moeten leren van hun Joodse broeders en zusters, uiteindelijk zelfs van het Farisese Jodendom, want Rabbijns Jodendom is Farisees Jodendom, daar zouden we het van moeten leren. Waarom? Omdat dat tikkun geeft, herstel, een correctie op onze nogal slordige eigen levenswijze. Ik ga nog een volgende keer wat verder praten over deze teksten, maar dit is die ene, pagina 117, 118 uit een van de drie delen van mijn dissertatie, dat heette The End of the Law. Dat is apart gepubliceerd nog later in 2005. De dissertatie is van 2001. En ik citeer hier dus de Nederlandse vertaling van die tweede editie. De tweede editie van mijn dissertatie. Onder de titel De Introductie van de Noachidische Geboden. Wordt vervolgd, hoop ik. En dan gaan we nader in op, uiteindelijk ook op de inhoud van de Noachidische geboden. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens.